Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Borg en Elisa op avontuur. Daar gaan ze hoor! Vandaag staat de laatste etappe op het programma. We gaan één ronde rijden van 60 kilometer en daarna twee plaatselijke ronden van elk 10 kilometer. Om 10 over half 11 staan we met zo'n 90 mijl aan de start. We zijn 10 minuutjes later gestart en dan zouden we dus geen last hebben van de trein. Je ziet hier links in beeld dat de Zweed zich helaas niet ingeklikt krijgt. Ja, die struggle, die kennen we allemaal. We zien de bijl hangen. En ja hoor, zoals altijd gaan ze hier weer eens onderuit. Borg die had nog remblokjes over, dus die kon nog op tijd remmen. Ik niet, mijn remblokjes waren een beetje op. En ik rijd dus dwars tegen die meid ter been aan. Zoals je hier ziet, is door deze lekkere valpartij het hele peloton weer eens gebroken. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Hier rij ik naar Borg toe en daarna rijden we naar de Borgsgroep. Baby,
En er gaan er weer twee. Ondertussen was Elise weer bij het peloton, maar ik reed nog in een groepje daarachter. En wij moesten helaas stoppen voor de trein, dus daardoor kregen we zo'n grote achterstand. Dat we helaas uit koers moesten. We zijn inmiddels aangekomen in de laatste kilometer. Zoals je hier ziet laat Elisa een groot gat vallen omdat ze eigenlijk al zeker weet dat ze hier op een bek gaan. En ja hoor, zoals verwacht, gaan ze hier op hun bek. En daar liggen ze dan, lekker over het stoepje, daarna voorbij. Ja hoor, en daar moest er bijna nog heen naar het ziekenhuis. Dit was het dan. De EPZ Omloop van Borselen 2019 hebben we ook weer achter de rug. Het was een mooie wedstrijd met 3 mooie dagen in verschrikkelijk weer. Volgende week zal Elisa rijden in standaard buiten en neemt dus ook haar GoPro weer mee. Tot dan! Doei!